Sony Media. Jaap en ik waren groot fan van jou. Omdat je in de zomer natuurlijk bij zomergasten zat. Ja. Dat was toch een soort van jouw publieke doorbraak. Althans, toen hebben veel mensen jou gezien die jou nog niet kenden. Voelde dat voor jou ook zo? Nou, daar had ik eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht. In ieder geval niet van tevoren. Maar ik heb wel gemerkt wat er daarna gebeurt. Mm-hmm. Dus dan komt er een hele grote berg aan aandacht over je heen. Ja. Ja, het is eigenlijk veel meer dan een mens kan verstouwen, zullen we zeggen. Ja. Dus dat is wel, daar was ik eigenlijk helemaal niet op voorbereid. En was dat een overweging om het misschien ook niet te doen vooraf? Dat je dacht, oh god, dan ben ik opeens een... Nee, ik had al die mensen die had er gewoon niet over nagedacht. Ik had er echt helemaal niet over nagedacht. Het ene, want ik heb gewoon direct ja gezegd bij Zomergast. Want het is voor mij echt gewoon het programma der programma's. Ja. Dus ik weet al 10 jaar heb ik al een longlist met wat ik... Als ik ooit in mijn leven voor dit programma zou zijn, heb ik... Ja, niet alleen ik, maar mijn hele familie. Mijn ouders en mijn oom en mijn zus. Aan te kondigen. Nee, zo ver ging het dan niet. Maar ik kom gewoon uit een familie van filmfreaks. Dus wij bij ons was gewoon bonton op verjaardagen. Zei je van, wat zou jij doen als je begon met Zomergast zat? Ah, ja. Okay. Dus iedereen in mijn familie heeft dat. Mm. Ja. Nee, dat is niet. Ik bedoel niet echt van bescheidenheid, maar... Een mens mag ambitieus zijn en mag dromen hebben. Ja, maar het was dus niet zozeer vanuit ambitie, maar meer vanuit fanschap, zeg maar. Ik snap het.